3. Dus het is raar, je vecht nooit tegen Cells Piccolo. Ook al wint Piccolo meer in het gevecht. En je vecht alweer tegen Piccolo als Cell en Android 17 later. And you'll be my next meal, King Piccolo. How do you know my name? Who the hell? Ik vind like hoe lang we zijn verder gegaan zonder een nieuwe track van Dragon Ball Raging Blast. I wouldn't even know. It's like. Zelfs al gaf je me like een nieuwe track uit met deze weet of het een nieuwe track is op dit punt. De vorige track dat nieuw was, was ik ook tegen Trunks. Dat is het als de laatste track die nieuw was. Nou, zelfs leuk in Raging Blast, hij heeft heel veel aanvallen en shit. Hij heeft zo'n soort like, power-up shit move, waar hij like, de fucking ouwe gebruikt met al zijn zielen en shit. Hij kan energie optrainen, dat is wel zo cool. Maar hij kan ook de Kamehameha en de Special Beam cannon en ook nog iets genaamd Bio-Impact. Ja, het is een Roma aanval. En dan heeft hij ook zijn ultimate aanval, dat is wel cool, want dat is wel een leuke aanval is. The fact that you've absorbed the people in that town only works to my advantage. Why do you say that? Because it means I don't have to hold back. Fuck you. Me? Piccolo. Haat jou. Wel gedeeltelijk jou, gedeeltelijk Piccolo. Nee, het is meer gewoon fucking de video. Wat nou, like 2 seconden doet om like fucking elf te spelen. Waardoor het out of sync gaat met de fucking kut. Anyway, de context is dat hij like insecure is en shit. Dat hij een insecure persoon is. En daarom is hij een beetje abusive tegen zijn vrouw en zo. Dus daarom wordt hij een insecure asshole genoemd, totdat dat meer like, accurate is. Reachable ego is gewoon like, een fucking, like, alweer een term van 21ste eeuw. Dat letterlijk geen plaats heeft op wat hier aan gaan is, zo. Ja. Alweer, iemand komt, like, mensen kunnen met veel betere fucking shit komen. Dan met de translator. Ik snap gewoon niet waarom de translator zo moeilijk erover doet. Gewoon dat, like. Wat kan ik zeggen, het verschil? Like, in de Japanse versie like, noemde je de persoon ook meer fucking ass. Like, was meer, hij wilde meer beledigen, like een boos. Like, ze kon meer boos met hoe ze praat. Like, van die, you shitty tsundere of zoiets, weet je wel. Dus, als je personal ego checking, like, het voelt meer smak, condescending, weet je wel. Het is een beetje een ander gevoel erbij. Aren't you more like a bio-organism? Shut the fuck up. I'm not a mill, I'm a special mill eagle guy. Aren't you all this kind of mill though? Wel masculine. Echt wel tennis. Ik voel klaar. Ja, oké. Fucking sfeertjes. Ik elke keer weer eens in de fucking deur inspringen om gewoon iets te zeggen. Just to spite me. Ja. Het is de laatste part tennis. We zijn bijna klaar hier. So what was so important that you had to come here from the future? In order to achieve my perfect form, I must fuse with Dr. Gero's Android 17 and Android 18. However, in my future, Trunks already killed them. 17 and 18 were gone. Hier, ik speel een liedje op de kleinste viool van de wereld voor je. However, as luck would have it, Trunks had a time machine. En zo daarna gaan we ook nu Cell versus Trunks hebben. Ja. Because, like, so basically, Trunks, like, in de waar Cell vandaan komt, Trunks ging terug in de tijd. Deed dezelfde shenanigans dat hij deed in, like, in onze tijdperk, om het zo te zeggen. Hij kwam terug sterker, verstopt de androids, en Cell was blijkbaar sterker. Wel ja, Cell, like, ik guess Trunks had, like, net de androids verslagen, met veel moeite en shit. Could also be. Vergeleken met Cell hier, die veel sterker is. Je moet ook onthouden dat de androids in, like, de tijd waar we nu in zitten veel sterker zijn dan, like, waar Trunks vandaan komt. Ja, het is gewoon, fuck me, nu wanneer Trunks, like, terug gaat in zijn eigen tijd, is, like, de power level is insane. Ja. In vergelijking met de androids en Cell. En het shows. Want Cell, je moet ook onthouden dat Cell, like, veel mensen had geobserveerd in de wereld, dus hij waarschijnlijk ook veel sterker op. Cell had Piccolo verslagen en Piccolo was sterker dan een Super Saiyan. Ja. En Piccolo zou ook gemakkelijk de androids hebben kunnen verslaan in, like, Trunks' tijdlijn. We are just exchanging ultimate super attacks hier. Godverdomme Trunks, laat me mijn ultimate aanvalpje doen. Damn it, Trunks! It makes sense. Why would I let myself get hit? Fuck off. It's like he knows what I'm doing. Godverdomme Trunks! Ik heb nog nooit zoveel moeite met de computer gehad tot nu toe. Goddammit Trunks! Everything has their first, hè? Hehe, stupid. Ik had van deze ultimate aanval, dat is like... Eerst breek je zijn nek, dan like... pak ze bij de kleren. En schiet je hem gewoon dood. Ja. Is Trunks dead now? Sit teams. Time to drain. Alright, Dennis. We gaan het doen. Perhaps you can tell me where to find Goku. You really think I'd just tell you? If you don't, I have ways of making you talk. I'll tell you where he is. Up my ass. I think you'll find that's not so easy. Do you even have an ass? I don't know. Let's check. I'll pass. Yeah, I'll pass. I think you need to work on your one-liners. Ah, sorry, I only slept for 3 hours today. Ugh. Oeh, dat ziet er lekker uit. Laat ik eentje pakken. Auw! Brainstorming sessies als per één fucking lijn. Wat is een fucking Android supremacy hier aan gaande? I know, right? Dit lijkt wel like de Android hot shit, zelfs met oneindig energie. En daardoor wordt like, het idee van oneindig energie nooit meer gebruikt. Buiten in het super tournament. Well, you know, suddenly it matters, want hij wil die fucking jacht. En dus hij kan net niks doen met zijn familie, oké? Hij moet eens een keer wat doen met zijn familie. Yes. Met zijn zus. Zijn... Hoe noem je dat ook weer? Hij heeft een vrouw en kind. Wat, 17 heeft een vrouw en kind? Ja. Nou nee, the fuck? We hebben ze nooit gezien, maar hij heeft ze. So many things wrong with this robot. And actually there's nothing wrong, it's just a shocker. One hell of a shocker. I guess it makes sense. It's like, nou, waarom zou je geen kind en vrouw kunnen krijgen? Ja, want als het aangenomen werkt in het geval van 8, dan werkt zijn lol ook. Is gewoon, you know, ik verwachtte dat niet van hem, weet je. Hij is gegroeid sinds die tijd, oké? Hij is meer mature nu. Ja, yeah. You know, even if he doesn't look like it, you know, it's the curse of an android. En elke reet zuigt. Ah. En zo, like... En zo, like, hebben we ook like, zijn vrouwen kinderen gezien? Nee, ik zei net al dat ze nooit hebben gezien. Alleen, we weten alleen dat ze er zijn en dat hij erover praat. Ja, hij kan ze gewoon niet zo vaak zien te gaan, want er zijn elke keer fucking stropers bezig op zijn fucking eiland. Heeft iemand er je raam in gebroken? Nee, ik zit te kijken hoe dat fucking ding fucking mist, want... Nou, ik zit te kijken naar... Nou, niks. Ik zit te kijken naar hoe jouw Helzo Grenade miste. En daar brak je gewoon fucking je glas. Nee. Ik heb iets gebeurd en je hoeft jouw achtergrond te voorbij achtergrond. Nee, ik hoorde het in de koptelefoon. En ik... Maar het is... Nou, zou het niet hebben gehoord, man. Is dat? We're even with each other in terms of power, but his stamina won't be able to last much longer. Nou, dat jacht zou een hele mooie idee zijn, you know. My energy flows. Well, ik dacht dat in Ennis het spel zou maken dat hij gewoon legit, like, 17's ultimate avonds gewoon hem die in een jacht gooit. Nee. Het is gewoon hem die in een jacht zit, met zijn familie en kinderen. En de schok doet gewoon schade. Ik was meer geschokt dat de Gold Juniors op zijn eiland zat. Ze leven nog, what the fuck. En ze zijn de good guys nu, what the fuck. Well, tenminste zijn nice guard dogs, you know. Yes. Maar... Ja, dat gezegd, ik verneem me niet dat er eentje ontsnapte, maar I guess dat is even de raarste aflevering van Super though. Like the Intergalactic Poachers come to Earth, why? What the fuck? Intergalactic Poacher? Intergalactic Poachers tennis. So what the fuck is like 17's leven zo'n beetje? Is hij lijkt een boer of is hij de guardian of zo fucking? Hij is een beetje op een eiland en hij is gewoon een park ranger, Willy. Ah, dat is een fucking. Het makes sense dat hij natuurlijk al die poachers aan het wegjagen. Hij heeft natuurlijk ook een shotgun verkocht voor de zekerheid, want mensen Goku geen energie willen geven. Ja. Nou, het wordt die overkill als hij gewoon een keyblast afvuren tegen de coaches. 17 werd een van de leukere karakters in Super, gewoon want je had deze fucking transformatiescènes en everything. En dan komt er ook nog 17 van de raad van, ja oké, ik schiet je gewoon neer, fuck you. You think I'm retarded? Yeah, like, I've seen the Saiyans. You're not supposed to do that. You're not supposed to stand still. Het is een beetje, 17 is maar je zegt gewoon wijd open. En zegt ook van, hey 17, dat is niet cool. Je moet blijven staan wachten om te kijken hoe ze transformeren, verdomme. Since 17 is still a person motherfucker. Ik heb Cell gezien, ik heb fucking Saiyans gezien. I'm not gonna go through this again. But they're right open, ja, je hebt te weten. Het is dat honorable. You should have fucking asked the poachers if they're gonna wait for you to transform. Nou, het was 17 in het toernooi heeft gewonnen, technisch gezien. Ja. You can win this. The data supports it. Thanks 16, ik kan altijd op jou fucking bouwen. Ik weet dat de draken... Oh wacht, de drakenballen kunnen geen like 16 trappen of als nood een Living Being. Nee, dat is dus moeilijk. We hebben natuurlijk de hele fucking database gestookt, zo 16 kunnen we ook niet terugbrengen met de backup data. Nee, dat is jammer. Want 16 was een noise kooi. Dat is nice. Waarom konden ze gewoon niet vinden van could you recreate Android 16? Kun je er mee opnieuw maken, Ennis? Huh? Kun je er mee opnieuw maken, Ennis? Yes, met de drakenballen, yes. Dat je kent. Zonder drakenballen, Ennis. Want ik kan de drakenballen ook gebruiken om een Android 16 opnieuw te maken. Want yes, de Mary had een ziel dood. Exactly, en Android 16 heeft ook een ziel, motherfucker. Alleen niet echt, een nepziel. En kijk eens. Nou, het is niet hetzelfde als wat Gero zomaar terug te blijven brengen. Oh, echt, we kunnen dat doen. We kunnen van Gero. Het is not the same. Ik guess not. Idiot. Ah! Ah! I'm joking! Kom bij dat side! Fucking Piccolo wordt steeds fucking roundhouse kicks. Ah! Ik heb al Piccolo. Hij doet het ook echt. Ik heb al Piccolo's pin kicks, though. It's like, yeah, I did this pin kick, isn't that awesome? It's kind of unnecessary. Shut the fuck up, it's awesome. Damn it! Man, this guy really is fucking me up. Are 17 and that guy who looks like Piccolo going easy on him? No, it's just Cell is far too strong. He says, "Oh, I'm getting my ass kicked." Ik kan verhalen, ik best geen... Nee, wacht, deze moment bij tegen Cell vecht wel in zijn invloed van Piccolo 16. Oh fuck! Oh, I guess it's over. Then it's okay, it's done. Kijk, Cell is dead. Toen Piccolo dat gebruikte tegen Cell in de anime, deed het geen schade. I heard it your first time, you know. Kom aan, is dit een van Pan? Een Pan? Pan, wat is het woordgrap? Wel, weet je, we zijn gewoon aan het draaien hier de hele tijd en... Ik ga je slaan met de tafel, of je gaat slaan met de tafel, ja, sorry, ik vergeet om dat te doen. Dit is ook dat je toen Cell like Piccolo had vermoord, nou niet vermoord, maar had geprobeerd te vermoorden. Just shoot him and then throw him in the water. Also blast the walk away, fuck him. I could have Piccolo fucking dood is. I'm just too powerful. All right. Anyway, we gaan weer verder met Neert omdat hij hierna, dus dat is mooi.